Dit is zo dope. Wow, wow, wow. We vallen er behoorlijk midden in nu. Ik spoor wel even terug. Avontuur. Iets doen wat je niet vaak doet en daar een geweldige ervaring aan overhouden. Precies dat is wat ik vaker wil doen. En precies dat is wat ik vandaag ga doen. Samen met mijn beste vriend Joost hebben wij het geniale idee gekregen om te gaan kamperen in de duinen. Wat een natuurgebied is, by the way. Dus dat mag helemaal niet. Dat je het even weet. Maar niemand kan mij vertellen wat wel en niet mag. And so our journey began. Oh, ik kan heel slecht remmen. Man, we did it. Wat vet. Joost is bezig met zijn fiets op slot te doen. En we zitten op een plekje waar we gaan voor overnachten. Hier zit een soort heuvel, dus dat houdt een beetje de wind tegen. En het zicht vanuit het dorp. En achter zie je gewoon huizen. Dit is zo dope. Oh my god, kijk hoe rood ik ben. We liggen momenteel in de tent. Hoe laat is het? 11 uur. Is het al 11 uur? Shit man. Jezus, het is buiten nog best licht. Dat zie je op de camera heel slecht, maar het is best licht. En we gaan zo slapen. En we zijn wel heel erg bang voor een boswachter of zo die een rondje gaat doen. Ja, weg. Of beesten. Doei. Ja, goedemorgen.
Het leven is niet van tevoren ingedeeld. Je hebt zelf de mogelijkheid om het beste eruit te halen. Dus breek wat regels en beleef avontuur. Well, Mary and Mackenzie are fighting after school. Skyler's boyfriend's twice her age. Popping pills is all the rage. Can we behind the city swimming pool? Kimberly and Lily think they're all so fucking cool. Well, I'm so blurred the walls don't even notice what they do. But when she comes. But he did it, man. Oh, yeah. We're all walking down the streets. I hope the cops don't.